Zeewoldenaren trekken massaal de portemonnee voor een nieuwe AED. De oude, aan de gevel van de verloskundige praktijk aan het Flevopijn, werd vorige maand in het water gegooid en blijkt inmiddels niet meer te redden. En inmiddels is het streefbedrag binnen. We gaan erover praten met Emmy Terietsap. Emmy, gefeliciteerd. Het geld is binnen. Ja, bedankt. Ja. Ja, top. Ja, laten we nog even teruggaan. Wat is er ook alweer gebeurd? Nou, een poosje geleden bleek dus dat de AED van de muur was gehaald. Was die verdwenen. Uiteindelijk is die in het water teruggevonden. Naar de leverancier gebracht. En daar hebben ze hem uitgebreid getest. Dat duurde nog een maand. En die blijkt onherstelbaar beschadigd. En zijn de onverlaten... Hoe is die in het water terechtgekomen? Geen idee. Zijn de onverlaten al opgepakt? Helaas niet. Nee. Maar goed, het gaat goed met de crowdfunding dus. Het gaat geweldig. Ik ben echt, het is nog vers van de pers. Dus jullie hebben de primeur. Ik denk dat ik sinds een kwartier weet dat het streefbedrag is opgehaald. Dus ja, ik ben echt heel blij. Ja, en als we het en hebben... En een beetje verbouwereerd, dat het zo snel ging. Binnen 24 uur. Ja, maar hoeveel geld is er nu precies opgehaald? 1530 euro volgens mij. Er moest iets ook van dat bedrag ook opgehaald worden, omdat het een netto bedrag was vanwege de crowdfundingactie. Maar in ieder geval, we hebben het. Dus we kunnen een nieuwe AED aanschaffen, inclusief een kindersleutel. Dus we zijn heel blij. Ja, en wanneer hangt die? Nou, we hangen nu een tijdelijk leenexemplaar. En die blijft totdat er een nieuwe komt. Dus dat, die overgang gaat zo soepel mogelijk. Hoeveel van die AED's hangen er eigenlijk in Zeewolde? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik dacht 38, maar dat in de 30 in ieder geval. Ik weet niet precies, maar wel veel. Gelukkig. Het verbaast je, hoor ik een beetje aan je stem, dat er zo massaal en zo snel gedoneerd is? Nou, aan de ene kant niet, omdat iedereen beseft dat een AED een levensreddend apparaat is. Dus het kan jou overkomen, het kan mij overkomen, het kan iedereen overkomen. En dan wil je zo snel mogelijk goede hulp met een AED. Omdat de overlevingskansen veel hoger liggen. Aan de andere kant, binnen 24 uur. Nee, dat had ik niet verwacht. Dat is natuurlijk best een hoog bedrag in een tijd dat mensen ook financieel moeilijk zitten. Dus dat is de andere kant. En hoe gaan jullie nou voorkomen dat die weer in het water belandt? Nou, dat hoop niet dat het gebeurt. Statistisch gezien is de kans dat het gebeurt heel klein. Er hangen er heel veel in Nederland. En er is ook onderzoek naar gedaan, worden ze weinig gestolen. En uiteraard gaan we achter de schermen hiermee verder. Maar voor nu is de prioriteit om zorgen dat Zeewolde hart veilig blijft. En dan blijft hij op deze manier. Heb je tot slot nog een bericht voor de daders? Voor de daders? Nou, denk goed na voordat je nog zoiets doet. Want zo'n apparaat is levensreddend. En je ontneemt iemand een kans. Oké. Nou, gefeliciteerd met het nieuwe apparaat. En laten we hopen dat het niet weer nodig is, zo'n crowdfundingsactie. Daar ga ik helemaal van uit. Oké, dankjewel.